Aardbeienteler Jan van Meer uit Breda heeft woensdagochtend als eerste agrarische ondernemer in Nederland het agrarisch keurmerk Flexwonen ontvangen. Hij kreeg het certificaat van wethouder Daan Kaars van gemeente Breda. Wezenloos belangrijk. Het is echt sowieso goed om de mensen een goede huisvesting te bieden. En dat was tot nu toe best moeilijk. En als je zo toch de vergunning kunt krijgen en het certificaat voor Flexwonen, ja, dat maakt het leven een heel stuk makkelijker voor ons. Het keurmerk is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties. Nou, het agrarisch keurmerk Flexwonen houdt in dat ondernemers die personeel in dienst hebben en een huisvesting willen regelen, dat die met dat keurmerk het op een nette manier en vanuit het goed ondernemerschap wat we goed in het vaandel willen hebben, dat kunnen wij laten zien dat ze dat doen. Dat houdt in dat onderdelen als privacy, kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en onderhoud goed geregeld zijn. Van Meer heeft voor huisvesting van zijn arbeidsmigranten een pand neergezet en dat ingericht. Vroeger hadden we kamers bijvoorbeeld van 4 en 8 personen of 6 personen. En de mensen hebben een keer een enquête gedaan en die hebben aangegeven dat ze toch eigenlijk iets meer privacy willen. En zo hebben we verbouwd naar 2-persoonskamers. En dan zien we dat er stelletjes die we verloren zijn aan eigenlijk een privacygevoel, dat die nu weer terugkomen werken puur alleen daarvoor. Van de Bomen hoopt dat binnenkort minimaal 1000 telers het certificaat ontvangen. Dit is nog een bevestiging. Als ondernemer dat je zeker weet dat je het goed doet. En dat je kan laten zien dat je het goed doet.